Dit doe je dus als je bijna 30 bent. Zo niet sexy. Van blijdschap met jullie delen. Heel chill. Amerika styling aan het preppen ben. Ik begin sport best wel oké te vinden. Ik voel me echt wel wat fijner in mijn vel. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik dacht ik doe even een weekend vlog. Of ik begin even aan een nieuwe vlog. Want ik heb afgelopen week bijna niks gefilmd. Omdat ik heel veel aan het werk en gewoon bezig was. En het sloeg helemaal nergens meer op. Ik had alleen maar losse clipjes van 12 seconden hier en 10 seconden daar. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee in mijn weekend en in allerlei veranderingen in huis. De eerste zie je al hier achter me. Ik heb eindelijk in het nisje wat in mijn woonkamer zit plankjes laten maken op maat. Mooie houten plankjes. Ik heb mijn hele slaapkamer laten verven. Zwart voor een groot deel. Met beige in een geweldige structuurverf. Die het heel veel diepte geeft. En die ook nog eens groen is. Biologisch afbreekbaar. En op een hele verantwoorde manier gemaakt. En van een Nederlands bedrijf is. Dus dat vind ik heel leuk. Het is uit elkaar gehaald en het kleed is opgehaald. Dus mijn matras ligt nu gewoon even op de grond. En ik heb eindelijk deuren voor mijn kledingkast. Dus alle praktische dingen in mijn huis zijn even getackled. En nu ben ik het aan het stylen en vooral ook aan het opruimen. Ik heb gisteren tot een uur of half twee lekker opgeruimd. Vrijdagavond, dit doe je dus als je bijna 30 bent. Zo niet sexy. Jordi is met twee vrienden die uit het buitenland komen en die bij hem slapen. Dus die zie ik niet echt dit weekend. Dus ik dacht, ik ga even helemaal mijn eigen ding doen. En ik ben begonnen bij de kledingkamer. Ik heb alles uit elk laadje en elke doos en elke vuilniszak gehaald. En dat is echt een opluchting, want voor mij is rommel ook echt mentaal een soort blokkade dingetje. Ik geloof hier wel heel erg in dat soort energie en dat als je weet dat ergens troep ligt, dat het dan ook onrustig in je hoofd is. Volgens mij werkt het echt zo. Ik kan er bijvoorbeeld niet tegen dat er heel veel troep op mijn balkon staat nog van de verbouwing. Terwijl ja, je kan je er ook niet druk over maken, maar ik wil gewoon dat alles lekker kan flowen als het ware. Ik hoop dat dit niet te zweverig overkomt. Dus ik dacht, ik laat jullie wel eerst even de kastenkamer zien. Want die is al een beetje... Nou ja, hij is nog helemaal niet af. Maar het was wel leuk om even te zien hoe we dat hebben gedaan. Ook met een laag budget. Oh ja, verder ben ik lekker Volkskrant magazine aan het lezen. Koffie aan het drinken. En jazzmuziek aan het luisteren. En ga ik dus zo meteen sporten. Ik begin sport best wel oké te vinden. Ik moet me er echt toe zetten nu. Maar de zon schijnt, het is strak blauw. Ik heb best wel zin om naar buiten te gaan en gewoon iets goeds voor mezelf te doen. Dus ik zit helemaal in mijn praktische vibe. Oh ja, this happened. En er zijn kastdeuren. Dit is wat je nu ziet als je de kledingkamer binnenloopt. We hebben dus gekozen om een soort eikenhout MDF-plaat, als ik het goed zeg, houtplaat te gebruiken. Ik heb ooit een offerte aangevraagd voor maatgemaakte houten kastdeuren. Dat was echt 1100 euro of zo. En toen dacht ik, ja, adios. We hebben er gewoon een rond gat in gemaakt waarmee je hem open kan doen. En hierachter zit gewoon een IKEA kast. Heel chill. Dit heb ik zelf laten maken als een soort divider tussen de vakken. Zo lekker dat dingen nu gewoon opgeborgen zijn. Achter slot en grendel. Kijk, dit heb ik dus allemaal opgeruimd. Als we helemaal links beginnen, dan heb ik nu hier allemaal jassen en pakken en jurken hangen. Eigenlijk hangen de jurken ergens anders, maar ik heb ze nu even hier hangen. Dan heb ik hier truitjes, tassen, nog meer truien en wat zomerdingetjes. Dit is mijn enige zomervoorraadstapeltje, jongens. Hoe vinden jullie dat? Tassen altijd netjes opvouwen en de hengsels in de tas doen, dan ziet het er rustiger uit. En een kledingroller om meteen even alles te attacken. Of ik rol soms gewoon even wat pluisjes of haartjes weg. Oh ja, hier heb ik dan gewoon accessoires in liggen. Zonnebrillen en zo. Scrunchies. Sokjes. Dat soort dingen. Hieronder wat schoenen. Dan is er nog een laatste stuk. Ik heb 1, 2, 3. 6 van die kastdeuren zijn ook heel hoog. Hier heb ik mijn rokjes, printbroeken en jeans. En hier nog wat schoenen. Dus dat is allemaal niet zo heel heftig qua hoeveelheid. Het valt me echt heel erg mee hoeveel kleren ik heb. Hey, hallo. En dan heb ik hier nog
een gedeelte waar normaal gesproken jurken in hangen. Maar waar ik nu alvast mijn Amerika-styling aan het preppen ben. Zo ben ik. Ik ga 2,5 week naar Amerika voor 2 werkprojecten. En tussendoor blijf ik 10 dagen daar. Dus er komen heel veel leuke Amerika-video's aan in maart, april. En ik dacht, ik ga alvast wat nieuwe dingen en dingen die ik tof vind en sowieso mee wil nemen bij elkaar hangen. Want dan zie ik precies wat ik nog mis eventueel. En ik vind het gewoon leuk om me zo te preppen op het lekkere weer en leuke outfits en een soort mini garderobe samen te stellen voor de vakantie en voor de trips, want ik kan niet eindeloos veel meenemen. Dus dat vind ik heel leuk om dan nu even in dit hokje te doen, bij gebrek aan een los kledingrek. Dat is hoe dat eruit ziet. Hier een houten bankje staan en een roze poefje, maar mijn nieuwe fretschoenencollectie staat erop. Je ziet al wat lila en zebra, die wil ik nog niet helemaal prijsgeven. Daarboven heb ik deze ronde spiegel gehangen. Gewoon een chill, groot ding. Zoveel rustiger is de kamer. Oh ja, dit hoort er niet per se onderuit te komen. Maar het is zo'n veel rustigere kamer nu. Gewoon heel strak en duidelijk. En niet zo rommelig, niks in your face. Dus ik ben heel blij. Dit is een hoekje dat ik nog even uit moet zoeken. Ik heb wat nieuwe dingen van Topshop. Hier zitten boeken in. Dit zijn wat dozen en wat lingerie voor een project met Mary Jo. Nieuwe tas. En daarachter zit kleding die of naar het goede doel gaat of verkocht wordt. Zo zonnig, zulk lekker weer. Echt niet normaal. Het geeft echt een soort voorproefje van hoe de lente weer gaat worden. Ik heb ook helemaal zin om mijn balkon aan te pakken. Helemaal leeg te ruimen. Allemaal planten te kopen. Leuk tafeltje, planten bakken. Misschien wat verven. Dat ook nog een verlengstukje wordt van de slaapkamer. Trouwens nog steeds vaak de vraag van wat als je dan gaat samenwonen met Jordi? Want daar hebben we het wel over en zo. Is het dan niet zonde van je huis? Maar ik denk ja, elke dag dat ik er nu woon en er heel erg van geniet, maakt het me heel erg blij. En als het huis mooi is, is het alleen maar makkelijker te verkopen of te verhuren. Dus in die zin vind ik het ook een goede investering. En het maakt me gewoon heel blij om ermee bezig te zijn. Ik vind het leuk om een fijne ruimte te hebben waar ik wil zijn en wat me positiviteit geeft. Dus dat vind ik wel het geld en de moeite waard. En veel dingen zijn ook wel betaalbaar te doen. Bijvoorbeeld die kastdeuren, ja, heeft misschien een paar tientjes aan hout gekost. En wat manuren, is prima te doen. Wow, mijn hoofd is helemaal rood. Ik heb vet goed geknald. Een half uur op de loopband. Roeien, benen. Dit is hoe groot ik nu ben, of in ieder geval me voel. Even vers gedoucht en een uur verder wil ik even iets van blijdschap met jullie delen. Namelijk dat ik deze broek, waar de kaartjes nog aan zitten omdat ik hem niet goed paste, nu perfect zit. Hij heeft zelfs een beetje ruimte aan de achterkant, dat heb ik heel vaak. Maar dit kreeg ik eerst niet goed dicht. En nu wel! Yes! Ik ben nu 2,5 kilo lichter en dat maakt dus echt net wel even verschil bij broeken en zo. Toch wel een lekker idee. Ik voel me echt wel wat fijner in mijn vel nu ik wat beweeg. En los van gewicht of zo is het gewoon chill om je iets actiever te voelen. Ik snap eindelijk waar mensen het over hebben. Ik heb me even opgemaakt en ik ga nu Jordi en zijn vrienden opzoeken die in het Vondelpark zijn of daar in de buurt zijn. Ik heb een nieuw coltruitje aan van de Topshop. Een hele dunne met een klein colletje, heel fijn. En hij past perfect bij mijn teddyjas. Life goal Olsen Twins, circa 2014. Even mijn kantoor laten zien. Zo leuk. Nou, dan ga je dus hier deze lift uit. Dan heb je dus zo'n tag. Allemaal helemaal chill. Dan rol je hem zo. Drie kakjes buiten. Drie kleine kakjes buiten. En dan is dit het kantoor. Oh, wow. Hoe mooi is die spiegel. Zo tof, hé, moedertje! Echt relaxed. Leuk!
Ik was lekker met mijn ouders op mijn kantoor. En daarna hebben we nog een glas wijn gedronken. En bitterballen nog een keer gegeten. En dat soort dingen. Was heel gezellig. Nu ben ik lekker thuis. Het is 11:15. En ik ga mijn make-up eraf halen. Lekker in bed liggen. Misschien nog één aflevering van iets kijken. Van The Good Wife of zo. Al ben ik daar eigenlijk wel een beetje klaar mee inmiddels. Het is toch wel veel van hetzelfde. En morgen ga ik weer een hele lekkere dag hebben. Dan heb ik wat werk te doen. En misschien ga ik dat wel lekker in mijn kantoor doen. Wel zin om even mijn to-do-lijst te attacken. Soms heb je daar echt zin in. En soms staat het je echt tegen. En ik denk ook door de blauwe lucht en de hoeveelheid licht en zo. Heb ik wel zin in. Dus dat ga ik doen. Ik heb Bambi slaapshirt. Ja, wel trusten voor nu. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Super lekker uitgeslapen. Echt al tijden niet heb gedaan. En het is zo zonnig buiten. Strak blauwe lucht. Echt zo'n heerlijke geluksdag. En ik ben dus het hele weekend bezig. Dingen opruimen, schoonmaken, organiseren. Waar ik allemaal gelukkig van word. Dus een van die onderdelen is ook heel goed voor mijn huid zorgen. En ik heb nu dit masker op. Wat echt in de mooiste verpakking ooit zit. Kijk. Het is net een soort parel. Zo mooi. Past ook perfect in mijn roze met witte badkamer styling. Bijna zo dat ik denk alle producten die ik koop moeten wit, roze of zwart zijn. It's a thing. Ik vind deze heel lekker omdat het niet een te plakkerig masker is. En niet hard wordt. Het is eigenlijk meer een soort jelly spul. Heel lekker kleurtje ook dit. Ook mooi voor een muur. Met zijn hele lekkere textuur. En ik merk echt dat mijn huid even zo'n boost nodig heeft. En dat dit heel lekker is. Deze dus van Shiseido is hij. En hij heet White Lucent Overnight Cream and Mask. Oh, daarom is het ook als een crème. Je kan hem dus ook misschien wel echt als een gezichtscrème gebruiken. Heel lekker. Dit is de vitamine C crème die ik gebruik. Daarbij moet je altijd kijken dat het minimaal 15% vitamine C is. Anders is het percentage te laag om te werken, heb ik gehoord. Oh my glowy. Het gaat wel goed met mijn huid op zich. Ik denk dat dit soort extraatjes, zoals af en toe een vitamine C serum en een masker gebruiken, dat dat echt helpt. Dus dat is heel lekker. Even zien. Ik ga even wat werken in bed. Ik moet gewoon voor mezelf even wat dingen af hebben eerst. En dan ga ik lekker naar buiten. Kijk wie we hier hebben. Hey, hondels. Zo vrolijk. Ik was dus ooit kerstinkoop aan het doen. En toen zag ik deze hond. En toen dacht ik. Dit ben ik in een hond. Ik moet dit hebben. Ook al was ik al ver in mijn twenties. En een zeer volwassen mens. Maar ik had nog nooit zoiets vrolijks en zachts gezien. Dus dat heb ik uiteraard meegenomen. En nu slaapt hij ook wel eens in bed. Het gaat hier hartstikke productief. Ik heb een aantal leuke dingen gedaan, namelijk wat stylingvoorbereiding voor Amerika en wat stylingvoorbereiding voor een leuke office brunch die ik ga doen. En ik ben nu bezig met een project met Marie Jo, waar ik foto's voor aan het selecteren ben, die we onlangs in Antwerpen hebben gemaakt bij Atelier Turquoise. Zo'n mooie plek waar je ook kan slapen, echt geweldig. En ik ben bezig met een heel leuk iets ook. Met Unu, de scootertjes. Dus dat betekent dat ik eindelijk van de Ubers en de Felixen af ben. Die ik elke dag gebruik. En gewoon een eigen vervoersmiddel heb. Namelijk een roze elektrische scooter. Wat ik niet alleen een geweldig ding vind. Maar ook heel mooi dat het de stad schoonhoudt en elektrisch is. Ik heb daar heel veel zin in. Ik vind dat echt de toekomst. Wat spring brunch ideetjes. Ik zit nog even te twijfelen wat een leuke richting wordt. Even een slaapkamertour. Dit is dus de geweldige beige muur. En zoals je ziet zit er een bepaalde verftechniek in waarbij je in zijwaartse stroken schildert. Wat een hele mooie soort diepte geeft. Love it! Dit zijn dus de zwarte muren met dezelfde structuurverf en helemaal om het bed heen geverfd, zodat er echt een soort slaaphoekje ontstaat. Deze huge print. Het is echt mijn lievelings. Zo chic.
ga lekker even met Kim koffie drinken in mijn zwarte ninja pak. Dit is helemaal een legging en een coltruitje van zwarte ripstof. Echt het lekkerste van de wereld. Van de Uniqlo Alexander Wang lijn. Alleen het is niet meer te koop. Ik wilde het echt inslaan in voorraden en meerdere kleuren. Maar ik was te laat bij. Ik ben klaar met werken en ik ga lekker naar Jordi toe. Waar zijn vrienden nog zijn en waar we sushi gaan eten. Ik vind het gezellig en even het weekend afsluiten. Dus bij deze ga ik ook even de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Het was een korte vlog. Het kon even niet anders vanwege een zieke video editor en de planningen die een beetje in de war liepen. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te kijken. Vergeet niet even te abonneren en een thumbs up te doen. Vrijdag ga ik denk ik een shoplog opnemen wat ik al heel lang niet heb gedaan. Dus komt heel snel weer iets nieuws online. Thanks voor het kijken. Doei!